Hey iedereen, ik ben hier vandaag in Amsterdam en ik spreek hier met Tom De Bruyne. Ik ken Tom al heel, heel lang. Tom is een Belg, net zoals ik, maar hij woont ondertussen 10 jaar in Nederland. Hij heeft de voorbije 10 jaar hier in de communicatie en projectbusiness een ongelofelijke naam en faam gemaakt. We zijn hier bij zijn eigen bedrijf, Sue Amsterdam. En hij is een expert op vlak van hoe eigenlijk de wetenschap van het beïnvloeden van aankopen en beslissingen van consumenten, hoe dat evolueert. En daar wil ik heel graag met hem over praten, omdat die wapens van mass influence, those weapons of mass influence, een ongelofelijke rol hebben in de customers the day after tomorrow. En Tom weet daar ongelooflijk veel van. Ik ga eventjes aanbellen bij hem en dan gaan we naar boven. Goed, Tom. Je weet, ik werk aan een nieuw boek, Customers the Day After Tomorrow. Dat gaat over hoe bedrijven zich aanpassen in de derde fase van digitalisatie, fase van AI, automatisatie. En ik wou gewoon een paar dingen aftoetsen met jou en eens zien wat jouw opinie is. Ja. Als jij kijkt naar veranderend consumentengedrag en je kijkt vooruit, hoe denk jij dat de manier waarop consumenten beslissingen nemen zal evolueren de komende tijd? Ik denk dat we in een soort perfect storm terechtgekomen zijn van een aantal tendensen die in elkaar aan het grijpen zijn. En die een enorme impact hebben in de manier waarop dat consumentengedrag plaatsvindt. Je zou kunnen zeggen, om hem iets meer duister en iets meer kwaadaardig te framen, is dat, dat de technieken, de wetenschap om consumentengedrag te beïnvloeden en te manipuleren, in een soort exponentiële curve terechtgekomen zijn. Je hebt aan de ene kant een explosie aan know-how over gedragspsychologie. En dat is denk ik vooral de voorbije jaren door Silicon Valley in een stroomversnelling gekomen. De behoefte van digitale spelers, van e-commerce spelers, om steeds meer te begrijpen van keuzegedrag en van de science of influence, om uiteindelijk mensen verslaafd te maken aan applicaties, om publiek te ontwikkelen en ze te converteren voor hun applicaties, heeft voor een stroomversnelling gezocht, een explosie aan know-how over beïnvloeding. En daarnaast heb je tegelijkertijd een explosie aan technologie gekregen, een explosie aan data. En die beide krachten grijpen in elkaar. En ik denk dat, dat wat je vandaag ook leest over de manier waarop dat de verkiezingen in Amerika bijvoorbeeld echt gerikt zijn, omdat die twee patronen op nieuwe manieren in elkaar gegrepen hebben, waarin dat op niveau van micro-targeting en van complete profilen van kandidaten en het loslaten van echte gedragspsychologie om ze al dan niet richting Trump te gaan manipuleren of zelfs weg van Hillary te manipuleren, ja, dat begint ongekende niveaus te krijgen. Dus als je mij vraagt van, hoe zie je, wat is de veranderend consumentengedrag in de toekomst, is dat we nu in een tijd terechtgekomen zijn waarin dat de oude spelregels van het sturen van consumentengedrag, laat ons zeggen, die oude wereld is helemaal vervangen door een nieuwe wereld waarin dat technologie, artificiële intelligentie, en artificiële intelligentie die zelfs letterlijk verschillende soorten triggers naast elkaar gaat uitproberen en op die manier persuasive profiles van mensen gaat creëren, waardoor dat de artificiële intelligentie weet op welke triggers jij beter reageert dan anderen. Dus de beïnvloeding, de kracht van beïnvloeding is in een exponentiële curve aan het stijgen. Koppel daarbij dat er een aantal partijen zijn die verschillende krachten, die het geld hebben en die de creativiteit en de intelligentie hebben om dat compleet naar zich toe te trekken. Denk aan de bedrijven die op weg zijn naar $1 billion valuation, Amazon, Apple enzovoort. En dan zie je eigenlijk dat we dat in mijn ogen we bijna naar een onvermijdelijk met al die krachten naar een aantal spelers zijn die de complete markt naar zich toe gaan zuigen. Oké. Wat denk je dat? Wat betekent dat voor een marketing manager van een bedrijf? Hoe moeten zij daarmee omgaan? Wel, wat mij altijd verbaasd heeft, is dat marketing
dat de rol van wetenschap en de rol van technologie en marketing nog steeds een ondergesneeuwd kind is. We geloven nog steeds dat dit vakgebied, het marketingvakgebied, in deze plaats gebaat is met wat theorietjes, theoretisch. Merkstrategie is daar een heel mooi voorbeeld van. Is van, we varen koers op basis van intuïtie. En die verpakken we als kleine theoretisch die ons handelen sturen. En intussen zien we daar rond ons de macht van technologieën, de macht van wetenschap, de wetenschap van beïnvloeding, dat die zo het marketingvak aan het beïnvloeden zijn, dat als een gewone marketeer zich daar niet bewust van is, dan wordt die gewoon weggeconcureerd, geconcurreerd door nieuwe spelers die twee superpowers, als je het zo kan formuleren, van technologie en van de wetenschap van beïnvloeding, die zo in de vingers hebben dat je gewoon geen kans maakt. Elke marketeer die vandaag in een product of service ding zit, die gaat gewoon weggeconcureerd worden door Amazon. Want het wordt steeds makkelijker om van elke trigger die we krijgen, even te kijken van... Kan ik hem niet goedkoper krijgen op Amazon? Dankjewel, marketeer, om mij in te informeren, om mij te inspireren. Maar de drone van Amazon kan dat product dat jij mij gaat aanbieden over 1 of 2 jaar letterlijk binnen een half uur gewoon voor mijn deur gaan neergooien. Ja, je marge is compleet uitgehold, je markt compleet uitgehold. Dus ik denk dat, om rechtstreeks op je vraag te antwoorden, als je niet... nu radicaal geobsedeerd gaat worden door wetenschap en door technologie en de manier op dat je marketingvak gaat beïnvloeden, ja, dan... en we roepen dit al jaren, maar de snelheid waarmee dan nu ons vak overbodig gemaakt wordt, of onze klassieke spelregels gewoon weggeblazen worden door de kracht die de nieuwe spelers hebben, ja, dit is nu echt een kwestie van nog een jaar of 2 jaar en dan... Ik zeg in mijn presentaties vaak wel eens, mensen worden verliefd op een interface en worden niet meer verliefd op een merk. Ja, ja, ja. Een experimentje dat ik vaak doe is booking.com. Ja. Vraag aan het publiek, wie gebruikt het? Ongeveer 90% zegt, ik gebruik het. Ja. Ik vraag positieve dingen. Hele reeks. Ja. En wie zou er switchen als er morgen een alternatief komt dat sneller, makkelijker en beter is? Ja. Dan zie je ook weer alle handen. Ja, ja, ja. Dus they're in love with the interface, not with the brand. Ja, absoluut. Bij Uber ook. Uber heeft schandaal na schandaal na schandaal. Dus eigenlijk qua brand reputatie. Ja, ja, ja. Een disaster. Ja. Maar we houden zo van de interface. Ja. Volg je dat? Hoe kijk jij daar naartoe? Ja, absoluut. De grote strijd vandaag is niet eens de strijd tussen technologie, maar is de strijd om de interface. Er was een heel mooi artikel een tijd geleden in TechCrunch daarover. Zegt hij van, al die bedrijven die zo'n gigantische evaluatie hebben, is omdat zij de customer interface in handen hebben. En al die bedrijven die hebben meestal geen enkele infrastructuur in handen waar al de kosten zijn, maar ze hebben wel de interface in handen waar alle marges zitten. En dus de battle zit compleet voor de customer interface. Het voorbeeld van Uber is van, het merk van het hotel is niet meer interessant. Het gaat erom, is het een 9.3 hotel die binnen mijn prijskategorie valt op de momenten dat ik op die plek moet zijn? En als het zoveel reviews heeft, het zal mijn worst wezen. Dus dat bedrijf hoeft niet eens meer aan branding te gaan doen. Het hoeft enkel, en dat is misschien wel interessant, en het sluit ook aan bij wat jij het in je vorige boek over had, is dat de manier waarop dat een merk vandaag in vergelijking met vroeger waarde creëert, zal veel, veel meer verschuiven in de customer experience. Want de customer experience is datgene wat al die algoritmes voedt, wat al die review sites, wat al die interfaces voedt. En fantastische customer experience, en dus zit veel meer in het gedrag van het merk, zal veel meer gaan bijdragen uiteindelijk aan bereik en aan groei, dan wellicht nog puur marketing inspanningen. Want je job als marketeer gaat er in de toekomst in bestaan van, zijn wij zo goed dat we de algoritmes voeden met customer excitement? Ja, maar als je dan kijkt naar de sector van communicatie, is jouw advies dan aan managers, investeer minder in klassieke communicatie, investeer meer in interfaces, want dat is eigenlijk wat al de big technology players doen. Ja. Terwijl dan heel veel bedrijven grote communicatiediensten hebben. Helpt communicatie nog in die wereld van interfaces, of zou jij zeggen, je moet daar veel extremer in zijn? En tweede deel van de vraag, evolueren we een stuk naar functionele relaties. Hoe bedoel je? Als je verliefd bent op de interface, is dat een functionelere relatie dan dat je echt fan bent van een merk destijds? Hmm. Hypothese. Is er dan vandaag nog
plaats voor love brands in deze wereld? Of is dat iets wat dat van de vorige eeuw is? Dat is een heel interessant. Ik denk love brands... ik heb altijd love brands een stukje als een soort sales, een salesverhaal voor... wat was trouwens het bureau? TBWA? Ja? Kevin Roberts, ja, Saatchi. Gevonden. Een love brand is een manier om naar merken te kijken. Wat ik denk dat vandaag gebeurt, is dat, dat het punt dat jij maakt over Uber, is dat... je zou kunnen argumenteren, Uber is ook een love brand geworden. Maar waarom? Is omdat ze het je voor jou zo makkelijk en zo seamless gemaakt hebben om letterlijk gebruik te maken van een auto die in de buurt is om naar een andere plek te brengen. En eenmaal dat je daar bent, 5 minuten later, als je besluit, ik heb opnieuw een auto nodig om naar huis te gaan, dan stopt er gast voor je deur. En het kost je weinig. Die hebben dat... zo het consumentengedrag seamless en makkelijk gemaakt, dat uiteindelijk je weer een love brand ontwikkelt rond Uber. Dankzij die interface. Dankzij de interface, ja. Dus de klantervaring wordt steeds crucialer voor de groei van het merk. En als je dan vraagt van... is communicatie nog belangrijk? Dan denk ik absoluut wel. De vraag is, moet je het merk vandaag in communicatie bouwen? Of moet je meer het merk bouwen in customer experience? En vervolgens met je communicatie wel heel goed gaan nadenken van op welke manier bouwen we publiek voor die customer experience? En misschien, zeker voor nieuwe markten in de markt, ga je wellicht veel meer bottom-up beginnen. Mm-hmm. Je begint met customer experience. Je probeert dan met je communicatie bestaande klanten te activeren tot ofwel het voeden van de algoritmes, de recommendation engines, ofwel tot word of mouth. En van daaruit ga je proberen met goede content proberen nieuwe publieken te vinden en te activeren. Maar de mix die je vroeger inzette, ik ga in massamedia het merk bouwen en vervolgens wat in salesactivaties proberen de sales op te drijven, ik denk dat die oude mix is een achterhaalde mix. In de tijd van interfaces, in de tijd van customer excitement, customer experience en recommendations, moet je die mix anders gaan inrichten en die begint bij... het merk gaan bouwen in fantastische customer experience. En daar rond je tactische, je technologische, je mediamix gaan inrichten. Vroeger in marketing was het zinnetje perception is reality. Mijn hypothese is dat meer en meer consumenten beslissingen gaan nemen op basis van die algoritmes. Mm-hmm. Als je denkt aan een Amazon Home, Amazon Echo of een Google Home, ja, dan vraag je, ik wil naar Barcelona en zij kijken wat dat het beste past, ja, op de kalender. Dan ben ik niet meer geïnteresseerd in het logo, maar meer in de functionality. Ja. Dus de vraag is van, denk jij dat in de toekomst die filosofie van perceived value, dat die even belangrijk blijft? Mijn hypothese is dat real value belangrijker wordt dan perceived value, omdat die algoritmes naar de reality gaan kijken eerder dan de perceptie die vroeger gebouwd werd rond een merk. Maar vanuit gedrag, ik weet niet of ik je vraag, denk ik, of ik hem goed beantwoord. Wat ik weet vanuit gedragspsychologie, is dat een belangrijke rol van een merk is eigenlijk om jou geen keuzestress te geven. Namelijk, ergens maken mensen als ze reclame zien, de manier waarop reclame werkt, is eigenlijk... mensen maken onbewust een soort game-theory-achtige redenering. Namelijk, dit merk heeft zoveel tijd en geld gestopt in reclame, het zal wellicht wel goed zijn. Dus ik sta in het winkelvak en ik zie een merk dat ik ken en dat ik aan herinnerd word en naast anderen. Dus ik hoef niet meer na te denken, want dit zal wel goed genoeg zijn. Ja. We worden vooral gedreven door het verlangen om geen foute keuzes te maken, meer dan het verlangen om de beste keuzes te maken. En dat is een heel belangrijke rol van branding geweest. Ik denk dat heel veel merkstrategen zullen argumenteren dat de rol van branding is om een soort perceived value te creëren. Dat is niet noodzakelijk dat. De rol van een merk is in de eerste plaats keuzestress wegnemen. Wat die interfaces doen, is zoals een Amazon Echo, is eigenlijk bieden ze daar een alternatief pad voor. Namelijk, Amazon is nu in mijn hoofd de trusted party die zegt van,
Ik moet vliegtuigtickets boeken van alle vliegtuigmerken die er zijn en die in een database zitten. Heb ik er deze geselecteerd voor die prijs die we op jouw gevraagd tijdstip kunnen vliegen? Welke wil je hebben? Die, die of die? Maak je geen zorgen, ze zijn allemaal goed genoeg. Dus de rol van trusted party die mij keuzestress wegneemt, wordt door de interface, door Amazon, overgenomen daar waar dat vroeger de tv-commercial de rol speelde. Ja. En dat is dus dus eigenlijk de reputation van de gatekeeper, ja. De interface, wordt eigenlijk cruciaal, ja. Om te zien wat is de volgende stap. Absoluut, absoluut. Stel, je bent dan een verzekeringsbedrijf en ik zeg, ik moet een brandverzekering hebben. Ik vraag dat aan Amazon of aan Google en zij zeggen, ah, Steven, we zullen eventjes kijken. Ja. We zijn mix. Opnieuw, wat moeten marketeers daarmee gaan doen? Ja, dat is een goeie. Dat is ambetant. Want dan krijg je een race to the bottom. Hè? Ja. Ja, want kom ik nog als eerste... Je moet nooit overigens als goedkoopste uit een recommendation engine komen. Je moet altijd als tweede of derde. Want als je als goedkoopste eruit komt, dat is wat mensen anchoren. Dat is absoluut het afvalputje. En dan kan je zeggen, van als ik de tweede of de derde neem, dan heb ik het gevoel dat ik gewoon luxe koop. Want ik heb mezelf toegestaan om iets meer te bieden voor iets wat iets meer waarde heeft. Dus maar dat is een zijstap. Je moet nooit de goedkoopste aanbieder zijn. Maar tegelijkertijd zie je inderdaad dat in elke markt verzekering een mooi voorbeeld, wat door die interfaces een commodity product aan het worden is, dat als je niet in die top 3 zit, dan ben je gewoon genaaid. Dus dan heb je twee mogelijkheden als marketeer. Is alles eraan doen om die algoritmes te proberen beïnvloeden, zodat je in de top 3 terechtkomt. Mm-hmm. Slimme marketeers vandaag, die doen dat. Die pakken echt, die investeren echt geld in gewoon echt WizKids en in goede digital marketeers. En niet alleen op marketingvlak, maar die tweaken hun product op zo'n manier dat uiteindelijk als de vergelijkingssite de productvoorwaarden gelezen heeft, dat die zegt van, dit zit in mijn top 5. Het is echt super... geïntegreerd gaan nadenken, hoe kunnen we dat algoritme beest gaan proberen voeden en manipuleren. Hetzelfde als wat vroeger met Google gebeurde met search engine optimalisatie, zie je nu eigenlijk met algoritme optimalisatie. Ja. Maar ik denk een andere stap die ze gaan moeten doen, is veel meer gaan vragen van oké, als elk product commoditized wordt, moet de verzekeraar dan niet veel meer gaan nadenken over zijn product van productizen veranderen naar service. En daarmee bedoel ik van, zit je nog in de business om verzekeringen te verkopen? Of moet je veel meer gaan evolueren naar de business van mensen die shit hebben, ze daarin te gaan helpen? Zodat je veel meer een servicemerk wordt en een merk die ze gaan bellen wanneer ze in de shit zitten, ongeacht of ze nu bij je verzekerd zijn of niet. Mooi voorbeeld, Centraal Beheer, die heeft nu Roadguard op de markt gebracht. En dat is een concurrent hier in Nederland voor de ANWB. En dan moet je bij ANWB een pech-abonnement hebben. Roadguard niet. Dus als je met pech aan de kant staat, druk je op de Roadguard-knop op je telefoon en pechhulp komt. En Centraal Beheer heeft al dat netwerk met partijen, met pechverhelpingsdiensten enzovoort. Die zeggen van, je hoeft helemaal geen abonnement meer, wij regelen het voor je. En daarin zie je dat je al een hele mindshift begint te zien van, oké, we moeten ons producten die we nog hebben gaan optimaliseren, zodat dat interface beest ermee gevoed wordt. En tegelijkertijd moeten we eigenlijk als marketeer ons letterlijk onze dienstverlening gaan transformeren, zodat we in de onvergelijkbaarheid of in de uncommoditizability terechtkomt. Ja. Ja, en de vraag is, kun je dat in elke business? Waarschijnlijk wel, maar het is een challenge. En ik zie daar twee verschillende type merken. Ik weet niet of dat juist is. Je hebt enerzijds de meer functionele dingen, zoals telecom, insurances, travel. Anderzijds heb je ook zaken die meer gelinkt zijn aan je personal brand. Ja. Kledij, dingen die mensen belangrijk vinden. Gaan die dezelfde weg opgaan, dat die ook door algoritmes bepaald worden? Of gaat dat toch iets zijn dat wij dan nog meer op de klassieke manier gaan aankopen? Dat is de rat race die continu plaatsvindt tussen de commerciële wereld, die steeds slimmer wordt door die twee superpowers, technologie en wetenschap. Ja. En consumentengedrag die steeds probeert er een stukje ook aan te ontsnappen. Ja.
En een van mijn favoriete quotes is Bill Hicks met dat if you work in marketing, please kill yourself. En dat hij een hele rant zit te doen. En dus dat zegt van, oh, it's interesting what Bill is doing there. He's going for the indignation dollar. Big dollar market. En dus wat hij daarmee feilloos boven water haalt, is dat in elke trend die ontstaat vanuit een doelgroep die zich probeert af te zetten tegen die steeds dwingender verleidings- en beïnvloedingsmachine, mm-hmm. wordt meteen weer omarmd als een marketingopportuniteit. Dat vind ik de tragiek van de hipsters bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ze ontstaan als beweging om terug te gaan naar authenticiteit. En nu betalen we God voor €5 voor een fucking frappuccino in ons authentiek met stijgerhout gebaseerd koffiebarretje, die uiteindelijk ook weer een kopie is van iets wat ze op Pinterest gezien hebben. Dus de hipster is al compleet omarmd door commercie en wordt uitgemolken met €5 koffietjes. Ja. Waar je echt helemaal ziek van wordt. Dus ik vrees ervoor dat er geen ontsnappen meer aan is aan alles. Alles wordt door de steeds slimmer wordende beïnvloedingsmachine en machinerie wordt gewoon omarmd, ingekaderd. Dus waar gaat het naartoe? Het is absoluut een feit dat in een wereld waarin dat letterlijk alles verkrijgbaar is en elk verlangen vervuld kan worden. En nu spreek ik meer als een soort psycholoog die probeert er ook die probeert ook te begrijpen. Maar in een wereld waarin dat verlangen steeds makkelijker bevredigbaar is, is het enige wat echt kapot gaat, het verlangen zelf. En de mens als wezen heeft continu iets nodig om te verlangen. Dus wat je dan ook ziet, is dat we steeds meer, en dat wordt commercieel ontzettend weer bediend, steeds meer op zoek gaan naar experiences, waardoor dat we terug nog kunnen verlangen. En dat wordt dan weer naadloos ingevuld door de markt die mindfulness trainingen geeft, of reboot, of je helpt om terug gezonde habits te creëren. Nee, ik ben heel pessimistisch. Ja. Bill Hicks zei ooit over de mensheid, we're just a virus with shoes, we zijn maar een virus met schoenen. Ja, en ik begin ook steeds meer dat te zien, is alles wat we denken wie we zijn, al onze verlangens die we hebben, worden gemanipuleerd, worden gestuurd en worden uiteindelijk gecommercialiseerd. Er was een tijdje geleden een fantastisch documentaire op Vice. En hier het kantoor waar we zitten, vroeger zat Vice Media hier in deze plek. En het ging over het seksleven van de Japanners. En echt de moeite waard om te zien. Dus in Japan hebben ze nu het probleem dat jonge gasten gewoon geen seks mee hebben. Want de markt bedient elk aspect van wat het betekent om een relatie te hebben, wordt door de markt ingevuld. Er zijn knuffelcafés, je kan voor een hele avond kan je een vriend inhuren die heel de avond je allerbeste vriend is en dat super professioneel doet. En voor, als je echt seks wil, dan ga je gewoon van die afwerkplekken. En dus wat gebeurt er, is dat voor elk aspect van wat een menselijke relatie nog spannend maakt, kan je gewoon voor redelijk weinig geld dat even laten invullen. Waardoor dat die gasten eigenlijk ook niet meer de behoefte voelen om nog een relatie met al zijn pijn en zijn vernedering en zijn discussie en zijn strijd, om die nog te doorlopen. Wow. Ja. Moet je absoluut eens kijken. Het is Japans seksleven. Ergens een documentaire op Vice. Dus ik ben heel pessimistisch over de manier waarop dat we nog aan het beest, de machinerie, de beïnvloedingsmachine, kunnen gaan ontsnappen. Ja. Laatste vraagje. Als je nu kijkt naar alle bedrijven wereldwijd en je ziet de trends die we net besproken hebben, wie is voor jou de speler waar je zelf het meest naar opkijkt, waarvan je zegt, die doen dat eigenlijk op een briljante manier, daarop inspelen op al die tendensen? Ik denk dat we ons te veel verkijken op bedrijven. Als je kijkt, en dit is natuurlijk een trucje om dan politieke statements te gaan doen, maar als je kijkt naar Amerika en je kijkt naar de manier waarop dat een hele kleine corporate elite de 360 miljoen mensen zo heeft weten te mindfucken dat ze een president gekozen hebben en die mensen oprecht, enfin niet alle 360 miljoen, maar die mensen ze oprecht gaan doen geloven
dat een stem voor deze persoon in hun belang is. Terwijl dat die persoon, dat kon je op voorhand al weten, als je de complete mechanisaties ook gewoon een beetje bestudeert, dat die persoon alleen maar de grote corporate belangen gaat dienen. En dus, je ziet nu weer dat mensen die gestemd hebben op hem, de grootste slachtoffers gaan zijn nu van het beleid. Want dat het beleid compleet in functie staat van die kleine corporate elite. Dan denk ik van, als je als vak persoon dan naar kijkt, dan denk ik van, daar zit de toekomst. In de manier waarop dat je de geesten, de emoties van de wereld zo kan manipuleren om uiteindelijk je eigen gewin te achteraan jagen, dan zeg ik van dat, als je mij vraagt naar bedrijven. Ik lees de laatste tijd veel over Amazon en over hoezeer dat zij een soort perfect storm creëren, maar kan er mijn hoofd nog niet rondkrijgen van wat ze precies doen. We hebben het net over WeChat gehad. Ja, dat is een prachtig voorbeeld van een bedrijf die zo diep geworteld elke interactie tussen de Chinees en niet alleen zijn sociale omgeving, maar ook zijn interactie met de overheid, zijn interactie met bedrijven ontworpen heeft, gefaciliteerd heeft en zo makkelijk gemaakt heeft dat dat ik denk dat we daar moeten naar kijken. We staren ons veel te veel blind op ons eigen iPhone, die eigenlijk nog een achterhaalde technologie is. Ja, ja, ja. Absoluut. Super bedankt, man. Dat was graag gedaan. Genoegen. Fijn om te horen.